Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met de Zoom-aflevering van donderdag 19 mei. Ik heb geloof ik nog nooit op een dag zo ontzettend lang achter deze computer voor de Zoom gezeten. En waarom heeft ze dat nou gedaan? Dat zal ik jullie laten zien. Kijk, daarom. We hebben vandaag met Aad en Erik... Steven, Jan en Rick een opname gemaakt voor morgen. Dan gaan wij dus, hebben we deze uitzending opgenomen en die is morgen te zien met 6 prachtige personen. En ik moet nog een paar mensen binnenlaten. En hoe gaat het nou? Het filmpje staat op Rumble, maar ook op de speciale groep van Aad en Erik. Aad en Erik ontmoeten chat. Nou, dan ga je het filmpje wat op de groep staat, nu nog niet, hè, want Erik is er heel druk mee bezig. Morgen dan staat het filmpje op de groep en 8:01 gaan wij met ons allen starten. En dan kijken we met ons allen het complete filmpje hoe het is geworden. En dan ga ik met mijn telefoon, daar doe ik hem op. Dan doe ik een share screen op mijn televisie. Leg ik de telefoon neer. Dan heb ik met mijn laptop de chat erbij. En als er dan vragen of opmerkingen of gezellige dingen komen, dan kunnen we dat even leuk op die manier doen. Dus met je telefoon kan je een share screen doen op je televisie. En dan kan je met je laptop of met een andere telefoon kan je chatten. En dat is heel leuk als je dat tegelijkertijd met iedereen doet. Dus ik laat het nog even zien. De linken staan ook op alle pagina's. Dat is dit. Het is echt een hele leuke uitzending geworden. Met wetenswaardigheden, wat we nog niet van elkaar wisten. Met de vraag van Peter Bierhoff. Met prachtige leuke filmpjes van Erik en Aad. Met muziek tussendoor. Dus dat is een hele leuke avond. Nou... We hebben nog iemand die wil erin. Ik ga jullie eerst allemaal even... Jullie mogen jezelf unmuten. Want daar kreeg ik net een commentaar op. Nee, niet commentaar. Maar dan kunnen we niet zo gezellig even onderbreken. Dan kunnen we niet zo gezellig even iets vertellen. Nou, dit is je kans om nu iets... zonder dat je je handje opsteekt... even te vragen of te vertellen. Zeg het maar. Moet je jezelf wel unmuten even, hè? Ja. Ze hebben allemaal watervrees. Goedenavond, Klaske. Ja, gelukkig, Mirjam. Ja, ik denk, ik zal maar wel zeggen, want er komt niks. Nou ja, dat. Maar heb je verder ook nog iets leuks te vertellen? Hoe was het weer bij jou vandaag? Donker. Ja, en nat? Nat. Heel nat, ja. Ja, regen ja. Is een zegen voor moeder aarde. Goed voor de plantjes. Goed voor de plantjes. Voor de groentetuin. Ja. Voor de groentetuin, inderdaad. Ja. Ik heb gisteren nog plantjes weggegeven. Wat zei je? Bedankt. Ik heb gisteren nog wandje... Welkom weer, Jan. Ik had gisteren plantjes weggegeven. Ik had te veel gekweekt. Oh. Maar er is ook heel veel niet opgekomen, wat... Ja, mis is gegaan in het potje zelf. Ik noem het maar doodzaad. Ja, maar weet je, dat is toch ook leuk als je kan delen. Ja, heel leuk. Ja, ja. Ik kijk vandaag niet te veel naar de chat, want ik weet niet wat jouw iPad, die heeft zijn naam niet veranderd. Ik weet niet wat jouw vraag was. Geen idee. Nee. Stel. Niet doen. Nou, dus via de chat kan ik nu niet zien. Ik kan hem wel vragen, als je wil. Ik heb af en toe, dat zie ik in een ooghoek, dan zie ik een hele verhaallijn. En ik ben heel benieuwd wat jouw gedachte daarover is. Het is niet dromen, het is gewoon echt iets reëels. En ik ken die mensen op dat moment, maar zodra ik dan weer bij ben, dan is het weg. Ja. Ja, dat is even in dimensies kijken. Dat kan niet iedereen, maar dat is het in dimensies kijken. Ja, ik kan dat sinds een maand of 3, 4 of zo. Maar jij bent volgens mij, jij bent op mijn groep, dus daarom herken ik je. En
Je zit ook in een ontwikkeling, dus je derde oog maak je schoon. Je bent bezig met van alles, dus dat gaat dan automatisch ook groeien. Nou, ik vind het wel leuk. Ja, dat is leuk, ja. Dat is het. Maar er kunnen ook tijdlijnen komen die niet zo leuk zijn. Ja, dan maar die heb ik nog niet. Ja, die heb ik nog niet gezien. Nou, mooi. Maar ik kan soms wel de verschillende tijdlijnen in de lucht voelen. Ja, zeker, zeker. Ja. Inderdaad. Ja. Ja. Daar gaan we het vandaag verder niet over hebben. Dat zijn wel dingen wat nog wel eens even in een Zoom komt of in een wereldse gebeurtenisfilmpje. Want het zijn wel hele interessante, leuke dingen. Ja, graag. Iemand anders nog iets leuks te vertellen? Hoi. Hallo. Oh, hoi. Ja, hoi. Ik ben Tim. Ja, ik wil gewoon even zeggen dat ik het een leuke filmpje maak. Dankjewel. Nou, dacht van, ik ga er op donderdag een keer bij zitten. En dat vond ik leuk om te doen. Ja, nou mooi. Welkom. Ja, ik kom nu. Ik ben ook blij dat we gewoon dit gepland hebben. Iedere donderdagavond. Want dan hebben we jullie, maar ik ook, een vast punt in de week dat in ieder geval een filmpje is. Okay. Want het is ontzettend druk. Gewoon met mijn zaak, met Telegram, met privé, met van allerlei dingen. Dus ja, dan kom ik niet altijd toe aan filmpjes maken. En Steven en Aart en Erik en Rick, iedereen maakt ook filmpjes. En dan, soms denk ik, nou heeft Steven een prachtig filmpje gemaakt. Ik denk, nou, daar hoef ik niet geen aanvulling op te doen. Ik heb Steven vandaag, ik heb de mannen natuurlijk de hele dag gesproken. En toen heb ik Steven gevraagd of hij een bepaald onderwerp wil gaan behandelen. Hoe, zei hij, maar dan moet ik wel heel veel onderzoek voor doen. Ja, ik zei, dat hindert niks. Ik dacht, dat vind ik leuk als hij dat gaat doen. Oké. Okay, dus, cool. Want jullie hebben echt een groepje met, want ik heb dan bijvoorbeeld, je hebt Ilona, je hebt jij dan en je hebt nog twee kerels. En dat is volgens mij echt een beetje een groepje hebben jullie gemaakt, of niet? Ja, we hebben een, ja, en dat gaat automatisch dan. We zouden bij elkaar komen, maar dat kon niet, want Rick's schoonmoeder was overleden en ja, gaan wij niet met alle feest vieren. Oké. Okay. En nee, dus dat is niet doorgegaan en toen had Steven het idee, goh, kunnen we niet met z'n allen een Zoom doen? En Ilona kon helaas vandaag niet, dus dat lukte niet. Okay. Ah, we hebben haar natuurlijk wel even aangehaald. Dus dat is heel mooi opgelost. En ja, toen heb ik een groepje gemaakt. Van goh, dan kunnen we even overleggen. Maar dat is ook heel leuk dat je heel direct contact even hebt met elkaar. Ja, ja ook, maar dat je ook een Zoom-meeting doet met mensen erbij, zeg maar. Dat je gewoon kan praten, is ook wel echt leuk. Ja. Maar ik vind het ook wel, het is een beetje mijn ontdekking ook met ja, hoe zeg je dat, ontwaken en spiritualiteit in Nederland. Ik ben altijd heel erg, was het dat in het buitenland en was ik dat zogenaamd, bestaat dat niet in Nederland of zo? En nu begin ik dat een beetje met jullie en zo te ontdekken. Het is wel leuk. Het is heel, ja, het is heel anders of zo. Ja, en mijn kanaal bestaat al heel lang. Ja, daarom. Dat vind ik het zo grappig. Dat ik van, oké, okay, ze waren er wel, zeg maar. Ze waren er wel, ja. Ja hoor. En er zijn heel veel spirituele mensen gelukkig in Nederland. En niet iedereen doet filmpjes, maar wel heel veel hebben een website. Want dat is in de Nederlandse cultuur gelukkig wel heel gebruikelijk om dan een website te laten maken. En dat doen mensen die met een New Age spiritualiteit of whatever te maken hebben, dat ze dat wel doen. Dus ja, dat is wel heel leuk. Ja, lekker te zien. Mooi. Goed, nou, dan gaan wij over tot de orde van de dag. Ik heb de groep op Telegram al dicht gedaan. Niet de Wereldse Gebeurtenisgroep en de VIP-groep, maar de Zoom-groep. De Zoom-groep is bedoeld voor jullie om daar vragen op te stellen. Alleen als je dat tijdens de uitzending doet, is dat voor mij heel vervelend, want dan heb ik vragen, heb ik wel gezien of opmerkingen. En dan denk ik, waar staat het nou alweer? En soms was het heel druk op de Zoom-groep tijdens dit moment. Dus ik dacht, doe maar uit en dan kan ik straks wel weer aan. En dan hebben jullie een week lang de tijd om vragen te stellen. De groep is niet bedoeld om linken te sturen. Het is echt bedoeld alleen maar voor vragen. Ik kreeg net een mailtje. En ik dacht, oh ja, dit is de tweede keer dat deze mevrouw dat aankaart. Want ik had haar reactie op YouTube ook gezien. Alleen ik heb niet altijd tijd
En soms ook geen zin om te reageren. Ik doe altijd wel even, vind ik leuk. Of even, hè, dat je weet dat ik het gezien heb. Maar ik krijg zoveel reacties. Ik kan niet uitgebreid overal op reageren. Deze mevrouw vertelde, en daar zijn meerdere mensen van. Kijk, als je nu een jaar of twee jaar al wakker bent en je hebt al die verhalen meegemaakt die iedereen gemaakt heeft, dan weet je het wel. Dan weet je wel wat er allemaal gebeurd is. Maar stel je voor dat je een half jaar geleden wakker bent geworden. Nou, dan moet je heel ver terugzoeken voor bepaalde onderwerpen. En dat merk ik ook. Dat mensen soms dingen vragen. Hey, dat hebben we al lang gehad. En gelukkig kan ik dan een filmpje linken. Maar ik heb de hele dag al gepraat. Dus even mijn mond spoelen. En soms is het nodig dat ik het gewoon even weer uitleg. En dat was ook deze mevrouw, ga ik vanuit. Ze had een prachtige naam. Maar soms dan kan ik aan bijzondere namen niet zien of het een man of een vrouw is. Ik ga ervan uit dat het een vrouw is. Ik heb haar uitgenodigd. Ik weet niet of ze er is. En die vroeg mij hoe dat dan zat. Want ik had het vorige week in de Zoom over Queen Elizabeth. En wanneer dan haar overlijden bekend zou worden gemaakt. En ze had zoiets van, leg mij dat nou eens uit hoe dat zit. Kijk, dat heb ik natuurlijk al een paar keer uitgelegd. En sommige van jullie die weten dat wel. When London Falls. En zij doet dat ook prachtig. En zij, misschien is het te gevoelig om erover te praten. Nee, dat is het niet. Maar, dus dat ga ik even nog uitleggen. Het schijnt, kijk, daar hebben wij geen harde bewijzen van. Maar het schijnt dat in november 2019, eigenlijk London Bridge al gevallen was. Ja. dus, kijk, daar moeten we wel een beetje voorzichtig mee zijn. Wat we zeggen. Dus als ik het dan ook verkeerd uitspreek, dan ga je. Dat is handig. Want dan is dat wat mee. Dat deed Trump ook. Dus die november 2019, vanaf dat moment hadden de Whiteheads in controle wanneer London Bridge echt naar beneden zakt. Dus London Bridge is fallen, down, broken, kapot. Het is al lang. Het is alleen nog niet bekendgemaakt. En hoe kan het dan dat zometeen zien wij dat ook weer. Afgelopen week zagen wij ook de koningin, hè? Zo noemen wij dat. En ja, dat kan in het Nederlands heel mooi, de koningin. Dat kan in het Engels niet. Dus de queen, ja, maar dat zie je toch gewoon. Die is toch gewoon daar op de televisie. Dat zie je toch. Ze was daar bij de paden. En ze was daar. Ja, ze is niet zo vaak meer in beeld. Maar zij is er dan toch. Nou, dan moet je beter naar haar kijken. Want dat is het. Ga nou eens naar die vrouw kijken. En pak dan eens foto's terug van voor november 2019. Dan zie je het verschil. En dan zie je, en als je dan denkt van, jeetje, het klopt echt. Het klopt gewoon niet. Nou, dus dat is wat ik bedoel met de queen. Op het moment dat deze vrouw komt te overlijden, dan staat de hele wereld stil. Dus dat zijn hele mooie momenten voor de Whiteheads. En wil je weten wat Whiteheads en de Blackheads zijn? Heb ik ook een apart filmpje over gemaakt. Dus dat kan je gewoon op mijn kanaal, playlist, kan je dat opzoeken. Dus de Whiteheads hebben daar controle over wanneer ze dat gaan bekendmaken. Want dat is handig. Want je weet met het moment dat de queen komt te overlijden. Deze mevrouw die heeft 70 jaar op het wereldtoneel geregeerd. En op het wereldtoneel in zoveel landen, dat het
enorme impact gaat hebben op de wereldbevolking. En ook op de politiek, op alle poppetjes op de hele wereld. Daar heeft deze vrouw onvoorstelbaar. Maar dat is, als deze vrouw komt te overlijden, officieel, als dat bekend wordt, dan zal er in de wereld heel veel rumoer zijn en zullen er rellen komen. Dus dat betekent nogal wat. Dus dat is het verhaal van de Queen. Ga dat nog maar eens opzoeken. Er zijn veel meer die daar filmpjes over hebben gemaakt, uitleg over hebben gegeven. En zoals je ziet, als je nou vragen hebt, dat je denkt van hoe zit dat? Sommige dingen hebben wij al heel vaak behandeld. Maar dat willen wij gerust nog wel een keer behandelen. Of je dan wijzen op een filmpje van goh, want ik krijg nu op het moment ook heel veel vragen over mijn numerologie. Nou, daar heb ik heel veel filmpjes over gemaakt. Ik heb er een numerologiecursus van. Dus dan kan je altijd nog daarin verdiepen. Goed. Als je vragen hebt, dan kan je even je handje opsteken. Hoe dat werkt, je hebt onder hier een balk en daar staat reactions. En daar kan je dan een handje op steken als je iets wilt vertellen. We zijn heel zuinig met reacties. Echt waar. Het geeft niks hoor. Ik had nog een hele mooie reactie van iemand. Wie steekt het handje op? Even kijken, wie is dat? Ik, Margaretha. Margaretha. Hoor je me? Ik hoor je. Oké. Okay. Hoe gaan ze dan, hoe moet ik dat zien, dat al die neppers, zeg maar, nu in de Nederlandse regering, ja. Hoe gaan die verdwijnen, zeg maar? Want op een gegeven moment moeten die het toch oplossen. Ja. Hoe moet ik dat zien? Als de omkeer komt, het keerpunt komt, dan zullen er vele mensen gearresteerd worden. Dus dan verdwijnen ze van het toneel. Als, ja. En als ze dan in de gevangenis zitten of ergens anders, nou, dan kunnen ze heel makkelijk verdwijnen. Ja, dat wordt dan door de militairen waarschijnlijk gedaan. Ja. Oké, okay. Dat was het. Mooi. Doei. Doei. Goed. Ja, nou mooi. Dan, dan hadden wij een hele mooie opmerking van Alfred. En wat zegt Alfred? Even kijken. Kijk, dat is het probleem. Dan moet ik heel hoog terugkomen. Hallo Klaske, misschien kun je meer vertellen over wat wij zijn. Ik bedoel, we zijn niet dit lichaam, niet de geest, niet de emoties, maar ervaren het alsof we het zijn. Hoe dit bewustzijn dit allemaal creëert. We medescheppers zijn van onze werkelijkheid. Dus ook het ogenschijnlijk goed en kwaad. Hoe kunnen we dit neutraliseren zodat het zijn krachten en machten verliest? Dat vond ik het hele mooie. En daar ga ik het zo meteen over hebben met jullie. Alleen had iemand daaronder nog een hele mooie vraag gesteld. De omslag van het weer vandaag. Kan dit te maken hebben met de solar flex? Dat zijn solar flares. De energie voel je veranderen en voor morgen staat er ook het nodige te verwachten. Bianca, dat is een hele goede opmerking van jou. En die wil ik ook even behandelen. En dan ga ik daarna verder met de opmerking van Alfred. The Great Solar Flash. In The Great Awakening heb ik even snel kijken of ik die tevoorschijn kan toveren, nee. Dus even kijken. Oh, stopje. Even ergens anders heen. Share screen. Nee. Die heb ik niet. Die poster van The Great Awakening. Daar staat ook The Great Solar Flash op. Ik ga hem toch eens even. Als we 2 minuten langer bezig zijn, dat geeft ook niks. Downloads. Ergens helemaal beneden. Zie je wel? Tada! Daar is die. Daar. Goed. Ik
heb hem. Share screen. Tada. Kijk. The Great Solar Flash, The Great Awakening. Dit is een poster waarbij je eigenlijk allemaal woorden krijgt van activiteiten, van inzichten. Alles wat er nu in deze Great Awakening van de afgelopen jaren en van de komende jaren gaat gebeuren. En daar zie je ook heel prominent die Great Solar Flash. En daar heeft het ook mee te maken. Ik heb hier aparte filmpjes over gemaakt om dit uit te leggen. Die Great Solar Flash, die is bezig te ontstaan. En nou weten jullie ook dat ik het over de pole shift heb gehad. Dat hoort allemaal bij elkaar. Dus de Great Solar Flash en de pole shift hoort bij elkaar. En dat wij zulk extreem weer hebben, zoals vandaag en wat ze morgen ook voorspellen met tornado's, had ik gelezen dat ze morgen voorspellen in Nederland. Dat heeft dus te maken met de verandering van het magnetische veld van de aarde. Dus het klimaat wat anders heeft niks met climate change, de hoax te maken, maar heeft alles met het ritme van de aarde wat gewoon zo nu en dan verandert. Dus daar heeft ook dit weerbeeld van vandaag mee te maken. En ik weet dat jullie daar allemaal wel wat vragen over hebben. Dus dat hoort daarbij. Wil je meer weten over de pole shift? Daar heb ik een speciale webinar voor gemaakt. Die kan je met of zonder pakket kopen. En dan word je lid van een speciale pole shift groep. Daar staat een filmpje op. Er staan al meerdere filmpjes op. En dan krijg je ook zo nu en dan wat informatie wat we tegenkomen. Dat we denken, oh, dat is handig om even te delen. Dus daar gaat het over dat onderwerp, de pole shift, dus Great Solar Flash. Daarom vertel ik daar ook niet altijd heel veel over, want dat is ook een keuze. Het is, als ik iets vertel en je gaat heel ongedwongen, ga je mijn filmpjes kijken en ik ga iets vertellen over de verandering van de aarde, waardoor jij heel bang wordt. Dat is niet mijn bedoeling. Dus daarom heb ik daar ook een speciaal filmpje voor gemaakt en een speciale groep en webinar voor gemaakt, zodat dat een keuze voor jou is. Het gaat mij er niet altijd om dat ik als ondernemer iets wil verdienen, maar het gaat mij er vooral ook om dat je een keuze maakt of je de kennis wilt weten, ja of nee. Dat is ook zo met het remote viewing. Van volgende week dan doe ik die webinar. Ook daar heb ik... Ik vind het zelf niet een groot bedrag. Ik kan vanaf 12,50 meedoen. En dus dat zijn dan echte keuzes dat jij dat onderwerp ook in jouw energie wil behandelen. Dat is een keuze die je maakt. Nou, met de pole shift is dat zeker een keuze. Want het kan ook heel fijn zijn om iets niet te weten. Dat is ook fijn, iets niet weten. Want dan ben je onschuldig in hoe jij tegen die omstandigheden aankijkt. Want je kan ook bedenken dat dat weer, wat we vandaag hebben gehad en wat we morgen nog krijgen. Nou ja, dat is mooi, dat is lekker voor de plantjes. Heb ik mijn put weer vol. Nou, als er dan wat gebeurt, heb ik altijd water. Dus, nou, geen probleem. Dus dat is de andere kant ervan. Soms is het fijn om als een kind iets niet te hoeven weten. Dus maak daar al keuzes in. Want jullie zijn allemaal hooggevoelige personen. En daarom in mijn dagfilmpjes ook. En ook wel in andere filmpjes. Dan hamer ik er een beetje op. Dat je ook tijd voor jezelf neemt. Dat je even in die bubbel gaat. Even terug naar je centrum, naar wie je bent. Je handen even lekker op de zonnevlek. En even 10 minuten gewoon niks doen. Helemaal niks. Niks hoeft. Alles mag. Even je gedachten stopzetten. Even je aura weer bij je. En als je dat abracadabra vindt, dat mag ook. Dan ga je gewoon lekker een kopje thee drinken. Gewoon even 10 minuten. Even niks. Hebben jullie hier nog vragen over? Het is stil aan de overkant. En weet je, het kan ook zijn dat je straks dit filmpje nog weer een keer bekijkt. En dat je denkt,
goh, ik ga toch eens even die Great Awakening filmpjes kijken. En dat je aan de hand daarvan vragen hebt. En stel ze dan. Dat is belangrijk. Madeleine, zegt u het eens. Ja, even unmuten. Ik moest hem even opzoeken hoor. Misschien een beetje een vreemde vraag. Maar ik had ook het idee dat toch vandaag die regen ook iets zuiverends had. Alsof er het een en ander gewoon echt wegspoelde. Wat, ja, ik vond het vannacht al bevrijdend, zeg maar. Ik heb nachten niet geslapen. En vannacht, toen het begon te onweer en zo het stortregenen, toen ben ik in slaap gevallen. Nou, het is vanaf volle maan al. Ik heb in het VIP-filmpje daar ook nog even aandacht aan besteed. Hoe ernstig de volle maan was. Ik slaap altijd als een blok met volle maan. Nou, deze niet. En, Tim was er ook, die is er nu weer in. En, dus het was echt hele heftige energie. En dat zagen wij ook in de Schumann. Die was ook telkens wel pittig. Dus die regen, dat kan inderdaad ook heerlijk bevrijdend zijn. Ik heb geslapen als een blok vannacht. Het schijnt, de Schumann is nog steeds ontzettend heftig. Ik heb echt geslapen naast een blok. Ik heb helemaal niks gehoord. Maar ik werd door mijn zoon wakker gemaakt. Die kwam vanmorgen een bakje koffie halen bij zijn moeder. Nou, heel gezellig. En ik zei, oh, het ruikt het lekker buiten. Het heeft echt geregend. Dus dat is dan alleen maar heerlijk. En zeker dat het gezuiverd heeft. Zeker dat het heel veel nare energie uit de lucht heeft gehaald. Ja? Tim, zegt u het eens? Je was er even uit. Tim, jij had een vraag. Jij had je hand opgestoken. Waar hebben we Tim? Tim. Nou zijn we heel... Hoi! Ja, oké, okay, eindelijk heb ik hem. Ja, ik wou raise hand in mijn computer, dat lukte niet, dus ik deed het nog even proberen met de telefoon. Ik heb hem al weggehaald. Even kijken. Nee, ik had een vraag over nummers, want ik heb zelf heel veel met 17 echt al heel lang, zeg maar. En ook vooral 117. Ik weet niet of dat, is dat een soort van universeel belangrijk getal, of is dat gewoon iets wat bij mij dan gegroeid is? Dat hoort bij jou. Oké, ja. En ben je ook op een 17 dag geboren? Nee, 22. Oh, dat is een hele mooie dag. Ja, wat een mooie dag. Toevallig maar, niet op 22 januari. Oké, ja, nee, het begon namelijk met... Welke maand ben je jaren? Maart. Oh, ik in januari. Oké, ja, ik ben 22. Op 22. Oké, cool. Oh, leuk. Dan ben je ook een bouwer, toch? Was het toch 22? Ben je ook een bouwer, toch? Was iets met 22? Ja, 22 is een fundament, is ook een meestergetal. En dat is een getal van de basis. Ook van het oneindige, van het nul, van de cirkel. Het heeft geen begin en het heeft geen eind. Dus ja. Oké, leuk. Oké, nee, dat wil ik gewoon even weten. Want of het even van de specifieke. Want het ook met Q is, maar dat is dan weer heel toevallig, denk ik. Maar het is toen. Ik had dus een bokje gekocht over engelen nummers. Dat is heel lang geleden hoor. En toen stond 17 en van in als je vindt het gaat goed of je bent goed bezig, zoiets. Dat heb ik toen ooit onthouden. En toen heb ik het gelinkt. Zoiets van ook elke keer als het goed gaat, dan krijg ik de 17. Ik zo ja, en weet je wat het is in mijn numerologieboekje ook? Dan leer ik je de getallen 0 tot en met 9 leer ik je kennen. En dan kan je combinaties maken. Dus de 1 is je individu. De 7 is je geestelijke ontwikkeling, even heel kort gezegd. 1 plus 7 is 8 en dat is de balans. Hè? Dat lemniskaartje wat je ook kan maken. Ja. Dus al met al is dat een heel krachtig nummer. Okay. En dan kan je ook nog naar de tarotkaart gaan kijken wat de 17 is. Oh ja, nou, in 117 is dan weer iets dieper. Dus dat is 9. Dat is dan kijk je weer bij de 9. Nou, en dat is dan weer een voltooiing van de energie. Oké. Oké, en als het dan 17 over 11 is, dan is het gewoon heel mooi toevallig. Dat is gewoon een leuk moment. Ja, oké, cool. En dat is dan individueel voor jou, waarin jouw gidsen
jouw kristallen op je pad geven van, hey, dat cijfer is er, je bent aan het nadenken over bepaalde ideeën die je hebt, veranderingen die je wilt doorvoeren, en valt het je steeds op dat het 17:11 is. Dat weet jij voor jou, het is misschien wel lastig, maar het is wel mijn pad. Ja, oké, okay, ja, dat... Dus ja, je moet je eerst nog wat overwinnen voordat je het bereikt. Ja, oké, okay, cool. Mooi. Goed, dan ga ik nu Alfred's vraag er even bij pakken. Ja. Alfred. Weten jullie nog wat Alfred spreekt? Dat is wel heel interessant. Misschien kun je me meer vertellen over wat wij zijn. En dat is wel heel leuk, hè, dat Alfred dat zegt. Wat zijn wij? Nou, dat is heel simpel, Alfred. Wij zijn een mannetje of een vrouwtje. Een mens. Toch? Nou ja, wij zijn poppetjes. Wij zijn pionnen. We zijn speelballen van de natuur en van de kosmos en van de goden. Dat zijn wij ook. Daar heb ik jullie vorige week ook iets over verteld. Dus ja, dat is ook wat wij zijn. En ik bedoel, zijn we... we zijn niet dit lichaam, niet de geest. Nou, kijk. Wij zijn een compilatie, een mengelmoes van onze geest, ons lichaam en onze ziel. Die drie zijn heel belangrijk. Dat is ons fundament. Daarnaast hebben wij nog, er komen nog wat mensen binnen. Daarnaast hebben we nog dat we onze ziel, die heeft al heel veel samenwerkingen gehad met het lichaam en met de geest. Niet met dit lichaam, wel met deze geest. Dus de ziel en de geest, die zijn wel bij elkaar geweest. En die hebben steeds een nieuw lichaam nodig. Dus dan heb je dat de geest en de ziel kiezen voor een bepaalde vorm. En dat is altijd een mensachtige vorm. Een mens reïncarneert niet in een dier. Daar had ik ook een vraag op de Aad en Erik ontmoeten. Chat was daar. En gelijk kort en bondig antwoorden. Dat gebeurt niet. Je gaat niet in je volgende leven een paard of een panter worden. Dat hoort niet bij het plan van die ziel. Want de ziel, wij hebben hier een levensplan. Maar de ziel heeft op zich ook een plan. En binnen dat plan heeft die ziel de keuze gemaakt om op aarde een heel snel stuk te leren. Dus in die gemiddeld 70 jaar dat wij hier wonen, we hopen straks dat het nog iets langer is, kunnen wij dit lichaam optimaal benutten om datgene wat onze ziel wil, in een geest te kunnen verrijken. Daarna kunnen we weer kiezen of wij naar een ander gedeelte van het universum gaan, om daar te ontwikkelen, of dat we weer terugkomen naar deze aarde. Of dat we voorlopig even thuis blijven waar wij van oorsprong vandaan komen. Dus het is een samenwerking van lichaam, geest en ziel. En ziel heeft met dit lichaam en deze geest, die drie eenheid, hier op aarde een plan van de aanpak gemaakt, wat belangrijk is om hier te gaan leren en hier te gaan doen. De ziel heeft ook, jouw ziel, jouw oorspronkelijke ziel, heeft ook tegelijkertijd 12 andere tijdlijnen, niet alleen op aarde, maar ook in andere delen van het universum, wat zich afspeelt als een soort leven, zoals wij die, hier nu ook leven. Dus dit is hele complexe materie. En dat kan je enorm diep maken. En het is dus de kunst om niet altijd zo diep te gaan. Want je moet ook weer boven komen drijven. Niet alles hoeven wij te begrijpen. Wij zijn medeschepper van onze werkelijkheid. Als we alleen onze ziel en ons geest waren, hadden we alles zomaar voor elkaar. Zeker hier op aarde. Maar dat was de bedoeling niet. Dus wij hebben nog een stukje van die magische krachten meegenomen hier op aarde, zodat wij in het leven wat wij nu leiden, dat kunnen ontwikkelen.
We kunnen nu in het leven wat we nu leiden, een heel klein beetje van die magische krachten die wij toeschrijven aan de engelen bijvoorbeeld, kunnen wij in dit leven benutten. Maar we kunnen wel delegeren. En dat is wat ik ook tegen jullie zei vorige week, dat je een persoonlijk assistent hebt. Zo moet je het zien. Want wij zijn even die verbinding kwijtgeraakt met die ultieme magische krachten om op 12 plekken tegelijkertijd te zijn en daar ook nog bewust van te zijn. Want dat is niet handig als je hier op aarde bent. En het is dus wel heel fijn als je dus een persoonlijke assistent hebt waarbij je kan delegeren van, goh, ga jij daar maar voor zorgen, want dan kan ik hier mijn werk in ieder geval doen. Goed, nog even verder kijken wat Alfred schreef. Dus wij zijn altijd, iemand zei een keer tegen mij, die was boos, en ik moest daar terugrijden naar waar ze vandaan kwam. Dus, en jij denkt dat jij God bent. Ja, en jij ook. Dat vond ze niet leuk. Ik heb later nog hele mooie gesprekken gehad met haar, dus het is wel helemaal goed gekomen. Soms zitten mensen gewoon even in een stuk leerproces. En dus, ik kan het, dat kwam bij mij binnen, dat stukje dat Alfred dit schreef. Dus wij zijn medescheppend. Dus jij bent God. Ja. En jij ook. Ja. Dan mag ik natuurlijk niet zeggen van de dominee. Hè? Maar gelukkig hebben we daar niks meer mee te maken. Dat zijn we ontgroeid. En wat is God dan? Wat is God dan? Is God dan die... hoe heet die man nou? Zo'n man als Gandalf uit Lord of the Rings. Die zit op de troon of die heeft zo'n staf en heeft zo'n hele mooie lange baard en een hele mooie lang wit haar. Of net als de kerstman, alleen dan met witte jurk aan of zo. Je kan ook bedenken dat God een energie is. En dat wij allemaal uit die energie zijn voortgekomen. Dus wij zijn allemaal kinderen van God. Dat zal ik nooit ontkennen. Alleen, wat is God dan? Wie is God dan? En ik vind dat in Star Trek met het figuurtje Q heel leuk wordt uitgelegd. En dan moet je eigenlijk wel vanaf het begin, vanaf de Enterprise, dat hij bij Captain Picard komt, John Delancey, moet je dat een beetje gevolgd hebben. Wat is het fenomeen Q? Dan snap je ook wat Q nu in deze wereld is. En dat is eigenlijk die schepper. En ja, wij hebben die scheppende kracht. En dat hebben mijn man en ik ook in ons leven ondervonden. Dat jij, datgene wat jij in je hoofd hebt en wat jij voort wilt brengen, dat is heel belangrijk. Omdat dat ervoor zorgt, en dat maakt onze godsvonk zo belangrijk, dat wij kunnen als mensen, kunnen wij heel goed manifesteren wat wij zouden wensen aan een mooie wereld. Aan harmonie in de wereld. Aan mensen die een zware ziekte hebben, dat daar een oplossing voor is. Zodat hun lichaam geheeld wordt en dat het ook leuk mag zijn op de aarde. Soms is de ziekte ook belangrijk, omdat de ziekte dan het kristal is wat op je pad komt. En dat is niet altijd even leuk, maar soms hoort het er ook bij. Maar als het je beperkt in je kwaliteit van leven en in je levensenergie, dan is het heel mooi dat je daar een oplossing voor hebt. En we hopen natuurlijk ook dat die medbeds komen. Ik sprak gisteren nog met iemand over bepaalde dingen. En zij wist niet dat Philips de maker was van de medbed. Maar dat is de maker van de medbed. Dus ook het ogenschijnlijke goed en kwaad. Hoe kunnen we dit Alfred, je wilt geen kwaad neutraliseren. Of had ik dat niet mogen zeggen? Vind ik dan dat het kwaad gewoon moet blijven bestaan? Tja, hier lopen er een aantal weg natuurlijk.
Dat, zo gaat dat altijd. Dat geeft helemaal niks. Of ik krijg hele mooie commentaren op YouTube. Maar ik ga het ook uitleggen. Als het duister niet bestaat, hoe weten we dan dat het licht er is? Het is dus belangrijk dat, dat het in harmonie is. En het is... hoe heet het? Ja. Er komen allemaal berichtjes binnen. ADHD, hè? Je moet het ook allemaal zien. Goed, harmonie. Het is belangrijk dat je weet dat wanneer wij in het licht willen leven, wij ook de duisternis moeten kennen. Zodat wij dat in balans kunnen brengen. Kijk, ik kan hier wel, ik kan het licht wel uitdoen, maar dan zien jullie me, ik kan het licht wel uitkijken. Zo. Dat is toch helemaal niet leuk? Als ik nou harmonie erin breng, en dan denk ik, nou, ik ga nog een beetje fine-tunen. Kijk, dan moet alles weer. En nou is er harmonie. En dan heb je gewoon een normaal beeld. Maar dat weet je pas dat dit beeld leuk is en handig is, omdat jullie net hebben gezien dat als ik het licht uitdoe en het gordijn dicht doe, dat kijkt zo moeilijk. Dus dat is in het leven ook zo. We kunnen niet zonder het kwaad. En als het kwaad, net als het licht, in harmonie is, dan zal het kwaad ook geen schade doen. Want het kwaad is donker, maar het kwaad is niet altijd boos. En het donker, het duister mag ook bestaan. Yes. Even zien. Ik kreeg een vraag. Hierop. Ja, dat is hier op Telegram. En volgens mij, die mevrouw, die zit hier niet in de Zoom. Ja. Wij zien, en dat, dat is wel meer zo. Ik ga nu uit dit stukje vandaan, hoor. Want, Peter, dat horen ze hierboven, hoor. ik heb iemand op... ik ga nu uit dit stukje van de Schepper en God. Want ik denk dat dat wel duidelijk is. Even vraagt mij nog iemand... waarom er hekken staan om het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Maar het staat wereldwijd om vele regeringsgebouwen. En of dat van de White Hats is. Ja, dat is van de White Hats. En dat is de voorbereiding voor wat komen gaat. Maar we weten niet precies wanneer dat komen gaat. Op het moment, en daar gaan we morgen ook nog wel even over hebben. Er is een moment, en ik ga nu niet vertellen wanneer dat moment is. Dat kan best al binnen 24 uur zijn. Het kan ook nog wel eventjes duren. Maar morgen in de meeting met de mannen, want ik was de ene vrouw, dus de meeting met de mannen, vertelt Steven daarover. Dus er komt binnenkort een moment. Die komt, dat komt. En dat heeft met een hele grote ommekeer te maken. En dan zijn die hekwerken enorm belangrijk. Maar dan moet je dus morgen even de Zoom zien. Want dat ga ik nu, dat weet ik wel, dat ga ik nu niet vertellen. Flauw, hè? Ja, nou ja, moet morgen toch ook nog een nieuwtje zijn. Dat is toch ook leuk? Ja. Wie heeft de vraag? Is het je... Oh, twee hebben een hand opgestoken. Wat goed. Drie zelfs. Mooi. Vertel maar. Moet je jezelf even een unmuten? Ja, ik heb een vraag. Ja. Nora. Nora, ik heb... Hi. Ik heb wel eens gehoord dat als je weer terugkomt op de aarde, dat je altijd naar een beter leven gaat. Dus dat je wat je nu allemaal meegemaakt hebt, dat in ieder geval altijd beter... Je wordt... Nee? Dat is jammer.
Dan word je waarom? Bijna... Waarom is dat jammer? Nou, omdat je er allemaal wil groeien. En je groeit toch ook om ja. Dan als je terugkomt, dan je dan verder. Maar soms moet je iets leren en heb je dat niet. Stel je nou voor, je komt daar bij die poort van Petrus. En Petrus zegt... Ben jij niet wat vergeten? Je hebt een leven geleid. En dat heeft gewoon normaal, huisje, boompje, beestje. Maar jij hebt niet die uitdagingen ben jij aangegaan die jij jezelf had willen geven. Maar je hebt wel een heel comfortabel leven gehad. Je was 60 jaar getrouwd, je hebt 4 kinderen, 12 kleinkinderen, 3 achterkleinkinderen. Je had 40 jaar bij een baas gewerkt. Huisje, boompje, beestje, nooit wat mis. Huisje mooi afbetaald, kindertjes wat erfenis. Prachtig. Maar wij zullen het waarom, toch... waarom? En dan vraagt Petrus aan die persoon... Maar jij bent je uitdaging uit de weg gegaan. Want jij had toen ook naar het buitenland kunnen verhuizen. Maar jij bent gebleven in het huisje waar je zit. Jij bent die uitdaging niet aangegaan. Jij wou toen scheiden van je vrouw. Waarom ben je die uitdaging niet aangegaan? Jij hebt gekozen voor de makkelijke weg. Wat ga je in je volgende leven doen? Want je hebt nog steeds dit plan van aanpak. En daar heb je helemaal niks mee gedaan. Dus dan kies je voor een zwaarder leven. Ja, maar je wordt nooit een van die donkere, een van die duistere mannen. Ja hoor, dat kan ook. Ja, jij hebt nog een vrije keuze. Ja. Alleen als je één keer die duistere kant... We hebben allemaal niet één keer, maar vele malen die duistere kant meegemaakt. En wij weten zeker, dat is niet wat wij willen. Maar dat weten wij zeker... Omdat wij dat al een aantal keren hebben meegemaakt. Dat hebben wij zijn hartstikke duister geweest. En niet één keer, al een aantal keren. En sommige zielen, die proberen wel in het licht te staan. Maar die vinden dat toch, die vallen dan nog weer terug. Maar die vinden dat toch nog wel heel leuk. Of er overkomt hun iets, een uitdaging die ze dus wel aangepakt hebben. Maar die ze dus niet aankonden. Nou... Dan kom je weer terug en dan moet je dus nog weer. En dan is het maar net wat jij kiest. Je hebt ten alle tijde vrije keuze. Dus soms duurt dat veel langer. En wij zijn nu in de positie, ik zou daar niet meer voor kunnen kiezen. Dat hoop ik ook niet. Nee, maar dat is omdat wij al die duistere levens en al die keuzes al hebben gemaakt. En al heel veel vaak die terugvallen hebben gehad. En daarom mogen wij ook nooit iemand daarop aanvallen. Want we hebben het zelf al beleefd. Dus hoe kan je dan iemand die zo'n terugval heeft laten? Dat is dan niet anders. En die ga je dan proberen te helpen. Met licht, met liefde, met heel veel geduld. Om ervoor te zorgen dat wanneer diegene komt te overlijden, weer terug naar zijn ziel gaat, dat hij dan... kan leren van dit leven, zodat hij in een volgend leven die keuzes niet maakt. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Yvonne. Hallo. Hi. Ik had al een keer een vraag gesteld op de Zoom. Ik luister ook wel naar Dolores Cannon. En je had het net ook over manifesteren. Zij zegt dus... Alles is energie en wij creëren onze omgeving. Ja, klopt. Dan, hoe doe je dat? Want ik creëer een bos, maar dat komt er echt niet. Nou, daar heb ik 2 oplossingen voor. Oké. Okay. Ik heb de kracht van positief denken webinar gemaakt. Ja. En ik zal jullie vertellen, hè. Dat is, ik heb een nieuw webinar gemaakt in januari, februari. Ik doe dit al vanaf 2007, die webinars en cursussen. En de mensen die mochten een half uur Zoom-tijd hebben om... ik laat ze dan een plan maken. En dan ga ik kijken in de mandala wat jouw valkuilen zijn. En ze mochten een half uur Zoom-tijd van mij hebben. Moesten ze een afspraak maken. Ik heb nu... Ik geloof 8 juni de eerste afspraak te staan. En dat is het probleem met mensen. Ze willen wel van alles. Maar als ze er echt iets zelf voor moeten doen, dan doen ze het niet. Dus je kan alles manifesteren. En echt waar,
We hebben 2 huizen 10 jaar gehad. Op financieel gebied hebben we van alles meegemaakt. Maar ondertussen hebben we ook nog van ons leven genoten. Dat kan alleen als je dus manifesteert wat je... En je hoeft geen over... Ik heb nu sinds 14 jaar heb ik een kledingkast. Waar had ik het anders in? In die dit zie je niet. Ik heb daar mandjes te staan. Daar had ik een aantal mandjes en ik had een grote kist. En de laatste jaren had ik dan een kledingrek en dan had ik dan wat van die dingetjes op. Dan zat ik het gewoon in bakken. Want daar hadden we gewoon geen plek en geen geld voor. We hadden nog wel een kamertje. Daar had mijn man ook wel een kast kunnen maken. Maar daar moet je wel geld voor hebben. Nou, dan kan. Die kleding, die kan echt wel in de kist hoor. En dus dit is superleuk. Dat ik nu eindelijk een kledingkast na 14 jaar heb. Soms duurt het ook heel lang. En als je dan nog niet gekregen hebt wat je manifesteert, moet je gewoon ook kijken. Hoe lang heb ik dat al gemanifesteerd? Zijn er andere wegen om het te manifesteren? Zijn er andere mogelijkheden? Dus dat ga je telkens ook aanpassen. En dat leer je bij mij ook in de Kracht van Positief Denken cursus. En als je denkt, daar wil ik het geld niet aan uitgeven. Ik heb ook een heel klein boekje. Die doe ik ook vaak in surprisepakketten. Want dat vind ik een heel belangrijk boekje. Sommige mensen zeggen, ik hoef niet meer de Kracht van Positief Denken boekje. Die heb ik al 5 keer. En dan denk ik, dan moet je het weggeven. Want dat is een heel klein boekje. Kost ook niet zoveel in mijn winkel. Maar daar ben je een jaar mee bezig. En daarin leg ik je precies uit, in duidelijke Nederlands taal. Het is echt maar een heel dun boekje. Ik moest er zelfs nog een meditatie bij doen, want anders kon de drukker het niet drukken. Ik zei, ik moet echt meer bladzijden hebben. Ik kan geen boekje van maken. Nou, en daarin leg ik gewoon heel klip en klaar uit wat je moet doen. Met hele praktische dingen die iedereen kan doen. Iedereen, of je nou laag opgeleid of geletterd bent of hoog opgeleid bent. Iedereen kan het boekje volgen. En daarom heb ik ook die Kracht van Positief Denken webinar. Dan doen we het samen, leg ik het helemaal uit. En dat is juist gewoon heel leuk. En ik heb een filmpje ook nog. Waarom krijg ik niet van de engelen wat ik van ze vraag? Want hè, we doen het ook met engelen 3. Daar zijn we ook met manifestaties bezig. Hoe doe je dat dan met de engelen? Je persoonlijke assistent. En dus dan gaan we kijken van hoe vraag jij het? En eentje is heel belangrijk. Ik wil een nieuwe auto. Ik wil 1 miljoen. Ik wil een kledingkast. Ik heb bij deze alle 3 nu acuut gekregen. En dan ga jij zeggen, die nieuwe auto staat daar echt niet in jouw kamer. En dat 1 miljoen, je bent miljonair in Bataafse coins. 50 euro waard of zo. Maar ik ben wel miljonair, alleen wel in Bataafse coins. Dus, maar ik heb nu al gekregen wat ik net vroeg. Maar die nieuwe auto staat hier niet. Ik heb exact gekregen wat ik vroeg. En daar gaat het om. Op welke manier vraag je iets? Welke woorden gebruik je wel? Welke woorden is belangrijk dat je weglaat? Zodat die persoonlijke assistent snapt wat jij bedoelt. Want de taal hier, onze Nederlandse taal alleen al, die heeft veel meer woorden dan de Engelse taal. En de universele taal, sommige Nederlandse woorden, begrijpt die persoonlijke assistent niet. Dus dan wil jij de emotie van datgene wat daarna komt. Dus je wilt het willen van, je wilt de emotie van het willen. Ik wil 1 miljoen. Nou, bij deze heb je gekregen wat jij vroeg. Want je wil de emotie hebben van het willen van wat je wenst. Dus niet dat 1 miljoen. Nou, dat zou ik wel willen hoor. Daar niet van. Maar, nou, dat zeg je dus goed, zou het wel willen. Nou, dan heb je dat nu gekregen. Oh, echt? Natuurlijk heb je dat gekregen. Je hebt nu gekregen wat jij vroeg. Exact wat jij vroeg heb jij nu gekregen. Kijk maar op je bank. Je bent geen miljonair. Maar je hebt wel gekregen wat je vroeg. Want jij vroeg, ik zou het wel willen. Ja, oké. Okay. Maar jij vraagt niet het tastbare geld. Jij vraagt om de emotie van willen. En dat leer je in die engelencursus? Ook. Ja, dat is engelen deel 3.
maar ook in de Kracht van Positief Denken webinar. Okay. Hoe doe je dat dan wel? Je gaat dan voor je kijken, voor je zien, wat jouw wens is. Nou, dat kan inderdaad een koffertje met 100 euro biljetten zijn. Niet dat je daar wat aan hebt. Maar wat wij gemanifesteerd hebben is dat, en wij hebben soms echt heel moeilijk gezeten, maar dat er geld op ons pad komt, zodat wij onze rekeningen kunnen betalen. En ik moet er nog steeds nu, na vier jaar geleden hield onze worsteling daarmee op. Het huis was verkocht en dan duurt het nog eventjes voordat het klaar is. En nu, als ik nu naar de winkel ga, vanmiddag ook, ik moest even naar de winkel en dan denk ik, oh ja, oh, ik heb niet gekeken hoeveel geld ik op mijn rekening heb. Oh, ik heb ook nog wel wat contant geld mee. Nee, er staat genoeg. Maar dat zit er nog zo in, van oeh, kan ik het wel betalen? Oh, heb ik wel, en dan alleen voor de boodschappen, hè? Altijd is er geld genoeg geweest om boodschappen te doen, om de rekeningen te betalen en op vakantie te gaan. En dat geld kwam soms uit de lucht. Ik heb ook wel eens aan mijn persoonlijke assistent AT Maria gevraagd, doe die universele geldkraan alsjeblieft open. Ik weet het niet meer. Nou, en dan kreeg ik, het is niet zo dat je dan de staatsloterij wint. Eén keer hebben we de loterij gewonnen. Loterij win je ook als je een euro wint, hè? Ja, ja, ja. Maar één keer hebben wij, dat was de postcode loterij, hebben we 400 euro gewonnen. We hebben eerder ook twee huizen gehad. Ja, we hebben geen geluk met huizen gehad. Om zo maar te zeggen, het is altijd goed wat er gebeurt. We hebben er heel veel van geleerd. En toen wist ik ook niet hoe het moest. Dat was ook net op het einde dat er een koper was en we nog net niet naar notaris waren geweest en wij de hypotheek moesten betalen. En nou, moeilijk allemaal. En toen wonnen wij de postcode loterij en ik geloof dat we toen twee loten hadden of zo, want we hadden 400 euro. En nou, dat was ook eigenlijk het stukje wat we misten. Dus vertrouw er dan ook op. Jij bestelt het. Als jij wat bij mij in de webshop bestelt, dan vertrouw je erop, dat krijg je. Dan ga jij niet bedenken hoe ik dat voor elkaar maak. Ja, sommige mensen doen het wel, maar dat is helemaal niet nodig. Het gaat erom dat jij gewoon geleverd krijgt. En dat is net zoals met de engelen of je persoonlijke assistent met de energie. Ja, bestelt het. Hoef je niet over in te zitten. Het komt wel, maar je moet het wel goed bestellen. Dat is bij mij ook zo. Als je... je moet wel het juiste bestellen. En dus als jij denkt dat je een tijger ook bestelt, alleen je hebt een sodaliet aangeklikt, ja, en je krijgt een sodaliet, dan ligt het bij jou dat niet goed is. Ja, maar dus je moet dus echt bestellen, niet vragen. Nou, je moet niks. Ja, oké, maar... Ja, maar bestellen is belangrijker. En weet je waarom jij moeilijkheden hebt met bestellen, met het orders geven en het delegeren? Ja. Dat is omdat wij in een maatschappij zijn grootgebracht, al duizenden jaren vanuit de kerk. Men moet devoot zijn. Amahula. Respectvol. Dat is belangrijk, dat je respectvol naar de mens bent, naar God bent, naar de energie bent. Maar je hoeft niet op je knieën, je hoeft niet devoot te zijn. Wilt u misschien alsjeblieft, als u tijd heeft... Nou, zegt God dan, moet luisteren. Je gaat er eerst nog maar even over nadenken. Als je zeker van je zaak bent, want je hebt vrije wil. Als je zeker weet dat je dat wenst, kom dan maar even terug. Oké. Okay. Dus zeker weten dat je het wilt. Dat dat jouw wens is. Ja. En de opdrachtgevend. Yes? Ja, oké. Okay. Op de webshop bij Positieve Webinars ga je de webinar vinden en je kan ook het losse boekje bestellen. Oké, okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Wendy, okay. Jij mag. Zeg het eens. Hallo Klaske. Hallo. Hi. Hoor je me? Ja, ja. Ik vroeg me af of jij de toespraak van onze premier Rutte hebt gekeken naar
aan Zelensky? En wat je daarvan vond? Ik had niet een emmer, dus ik durfde daar niet aan. Ik heb nu al kotsneigingen. En het zijn beide, zijn het poppetjes, klonen. Ik ga niet naar boodschappenjongens luisteren. Daar verknoei ik mijn tijd niet aan. Nee, dat snap ik. Dat heb ik ook. En ik kijk ook geen tv meer, maar hij stond toevallig aan omdat mijn dochter tv was aan het kijken. En mijn dochter, heel gek, maar zij studeert bestuurskunde. Dus zij kijkt altijd heel kritisch naar hoe mensen spreken. Mooi. En zij zat naast me en ze zei, die is raar, die doet raar. En ik vond het heel apart dat zij dat zei. Zeg, hoe bedoel je? Ja, hij heeft normaal een bepaald charisma over zich heen. En dat heeft hij niet meer. Dus maar ik vroeg me af of... Is je dochter verder wakker of niet? Ja, ze is wakker. Ja, dus ja. Dan kijk morgen ook naar de chat, want hier leggen wij ook iets over uit. Oké, benieuwd. Dus kijk alsjeblieft naar de Aad en Erik ontmoeten, want hier, daar ga ik ook iets over uitleggen. Dat is niet leuk als ik het nu doe. Maar sowieso, het zijn klonen, het zijn poppetjes, het zijn boodschappenjongens. Dus je hebt er niks aan. En, nee. Ik vind het zo bizar. Het heeft geen nut. Net als vandaag met die sms'jes. Dan denk ik, ja jongens, jullie willen ook niks anders dan deze Pinocchio. Het is allemaal zo'n soapserie. Het is allemaal zo'n... En dat is dus ook de bedoeling, zodat meer mensen wakker worden. Want er moeten echt nog meer mensen wakker worden. Ja, zeker. Inzicht krijgen dat die politieke poppetjes echt een spelletje spelen. Poppetjes zijn. Poppetjes zijn. Ja. Oké. Okay. Ja, zijn er nog meer vragen? Maar dan gaan we zo meteen afronden. 9 uur. Dat is alweer een hele lange tijd. En jullie mogen gerust ook, als de groep even open is, de Zoom-groep ook, daar altijd vragen neerzetten. Geen linken, dat doe je op de Wereldse Gebeurtenis. Ben je net lid op mijn Wereldse Gebeurtenis, dan is het niet de bedoeling dat je de hele chat volzet met alle berichten van één kanaal. Doe even normaal. Ga eerst eens even. Ik ga ook niet bij jou gelijk alles dumpen in huis. En dan denk ik, je bent toch in een groep. Ik zou niet gelijk van alles posten. Ik zou dan eerst even gaan kijken, hoe is de energie hier, hoe is de sfeer hier, wat zegt iedereen. Ja, dus, zoals niet iedereen, maar op mijn groep ben je van harte welkom. Ik heb alleen een paar regels. En ik deel regelmatig een filmpje. Ik ga ervan uit dat je respect voor mij hebt en ook voor mijn regels. Het is heel eenvoudig. Mijn groep is een verlenging van mijn huiskamer. En als jij in mijn huiskamer bent, wil ik ten eerste graag even weten wie jij bent, wat jouw naam is. Dus iemand met 1 of 2 letters, die moet dat eerst even uitleggen. En heet je pepermuntje, dan moet je dat ook even uitleggen. En als je daar een normaal antwoord op geeft, dan mag jij gewoon blijven. Nou, en anders dan vind ik het niet veilig dat jij bij mij in mijn woonkamer vertoeft. Dus dat soort regels heb ik. Je gaat ook niet de kasten gelijk opentrekken in mijn woonkamer. Dat doe je ook niet. Nou, en je gedraagt je als gast. En ik als gastvrouw. Dus dat zijn even regels op mijn Wereldse Gebeurtenisgroep op Telegram. Ben je van harte welkom. Je kan ook het kanaal volgen. Op zondag is de groep gewoon helemaal dicht. Zeker in de zomertijd, dan hebben we gewoon allemaal leuke dingen. En we hebben gemerkt dat de groep op zondag bijzonder vervelend is. Nou, en dat geeft ons heel veel rust. Dat we denken, oké, alle beheerders hebben dan gewoon een vrije dag. Want ik heb gewoon 3 beheerders erbij. En die doen supergoed hun best. En ze delen ook van alles. Soraya, zien jullie echt elke dag. Adlara is nu ietsje meer aanwezig, want die moet zijn huis ook nog onderhouden. Dat krijg je als je net samen woont, dan moet je dat allemaal leren nog. En Marion die deelt heel vaak even op alle 3 de groepen hele interessante dingen. Dus ieder van ons heeft onze eigen energie wat we delen. De VIP-groep is wel meer open.
VIP kan je worden voor €4,99 per maand. Dan heb je elke maandag of dinsdag een filmpje met tarotkaarten. Altijd elke week een update. En nou, extra filmpjes en extra aandacht. Goed. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. We sluiten dit filmpje. Want volgens mij heb ik niet gezegd dat het filmpje 62 was. Dat sluiten we nu af. En volgende week donderdag om 8 uur is Hemelvaartdag. Of het moet al heel mooi weer zijn dat we er niet zijn. Maar dat laat ik weten. In principe ben ik er gewoon op Hemelvaart. Donderdag om 8 uur. Heeft iemand nog een dringende boodschap? Ja, ik heb nog wel een vraag. Ja. Oh, ik heb, als ik slaap, dus 's nachts, dan ben ik altijd heel erg aan het vechten, zeg maar. Hele universele universum heb ik bevochten. En ik kwam altijd neer op keuzes maken. Hebben meer mensen daar last van? Heeft dat te maken met de energiestromingen die bezig zijn? Ja, klopt. Ja, en zeker als de Schumann-energie heftig is, dan zou je dat veel meer hebben. Ja hoor, daar hebben meer mensen last van. Oké. Okay. Ja. En je kan ook Aartje naar Ravel vragen voor een goede nachtrust. Ik zal op de Telegram-groep daar een kaartje op zetten. Okay. Misschien dat het vanavond niet lukt, maar morgen wel. Ik onthoud, morgen heb ik er wel even tijd voor. Maar ik moet even het juiste kaartje opzoeken. Okay. Dankjewel, Plaske. Alsjeblieft. En morgen kijken, 8:01. Verwacht ik jullie allemaal. Wat lekkers en drinken erbij. Gaan we een gezellig avond maken. Doen we. Tot morgen. Dankjewel. Dag lieve allemaal. Tot morgen. Doei. 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 Doei.